Op zondag 20 juli zijn 144 kinderen, 80 vrijwilligers, een karavaan auto's, busjes en motoragenten gestart aan de 64e editie van Ome Joop's Tour. Rijke ervaring vol avontuur, vriendschap, leerzame momenten en leuke activiteiten. In Ome Joop's Jeugdjournaal bekijken we dagelijks de gebeurtenissen van de kinderen door de ogen van de kids zelf. Een eigen tourjournaal van het meest sportieve kinderfeest van Nederland. Onze jeugdjournaal-reporter Marvie begint de dag zoals altijd aan het ontbijt. Het zit gewoon bijna op deze tour. Het is dinsdag 29 juli en deze 8e etappe zal vandaag van Os naar Papendal gaan. Na de bekende ochtendrituelen en de uitreiking van de bolletjes en regenboogtrui is daar het startschot voor een lange tocht richting Gelderland. Even lunchen en dan bezoekt de wielerploeg Ouwehands Dierenpark in Rhenen deze middag. Nou, genoeg te zien hoor in dit prachtige dierenpark. Nee, helemaal niet. Nou, goed. Einde van de dag komt de groep aan in de sporthal van Sportcentrum Papendal. Alle grote topsporters komen hier trainen. En onze jonge topsporters, zo mag je ze na deze etappe best noemen natuurlijk, kregen een topsportmaaltijd. Verzorgd door de Olympische en Paralympische chef-koks van Papendal. Nou, eet smakelijk hoor. De avond duurde nog lang. Tijd voor een feestje. Zo, en nu weer snel tanden poetsen en slapen. Morgen dan vertrekt de groep weer naar huis. De tour zit er bijna op. Dit was de laatste aflevering van Ome Joop's Jeugdjournaal. Alle gebeurtenissen terugkijken? Ja! Dat kan. Kijk op www.omejoopstour.nl. Bedankt voor het kijken en tot volgend jaar.